een goedemorgen vanuit ergens in Duitsland. Zoals de meesten van jullie wel weten, woonde ik en trainde ik afgelopen jaar in Zwitserland. Alleen Justin is daar nog nooit geweest. Dus we gaan deze week even roadtrippen. Gaan we verandering brengen. Even gezellig. Jij eruit? Vooruit. Ja, vooruit dan. Justin's eerste keer in Egel. Oh, dat is leuk. Wat vind je ervan? Leuk. Het is best een mooie omgeving. Prima wakker worden. We hebben één slaapbank en één fatsoenlijk bed. Hoe gaan we hem verdelen? Jij houdt hem vast en ik tik zo. Dit is niet leuk. Laat mij ook een keer. Oh, ligt die fijn. Kan niet alles hebben. Oh, Justin, ik heb nog nooit zo'n fijn bed gehad, denk ik. Met mijn knie mag ik langzaam een beetje beginnen weer met opbouwen. Dus vanochtend rustig krachttrainingje gedaan. En ik ga nu weer fietsen, voor het eerst in de regenbochtrui. Dankjewel WLM voor een nieuw pak. Dus ik ga nu naar Zion. Ga ik Justin even Zion laten zien. Cameraman man for today. Yep. Not very good though. Gonna give my best. Weiden een beetje en ik moest rustig inkomen, dus van mij hoef je geen spectaculair beeld te verwachten. Maar gelukkig heeft Justin iets meer gefietst. Ook niet heel spectaculair, maar ik heb mijn best gedaan. Even lekker ingekomen en hopelijk kunnen we de komende dagen iets meer fietsen. Santé. Santé. Morgen. Morning, Simmy. Morgen. Ready for a track session? Yeah, not yet. I need at least like 5 coffees. Klaar mee, Nick? Tot vandaag heb ik alleen met de vrouwbaan gedaan. Ik heb vandaag voor het eerst pro-sectie gedaan. De eerste keer ging mooi. Ik sta hier op film helaas, man. Ja, ik moest even inkomen. Maar ik doe het ervoor. Het gaat gewoon
stapje voor stapje. Na 9 weken niks doen, valt niet tegen. Dus nu kan ik jou filmen. I like how we live like we are a king. Meanwhile, we sleep on the couch. Enjoy your coffee. Cheers. Decent. Not bad. Goedemorgen, onze laatste hele dag in Zwitserland. Bonjour! Laatste keer dat ik hier was 2008. Not again. Why are you complaining, Sammy? Not again. Boys 11 12. I was in a 5-man moto with Sammy. And Sammy got motored. I didn't want to tell it, but he started like... I started. Was hem weer, op naar huis. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.